Wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. It's time to kick ass and chew bubble gum. Get over here! First Mamma mia! Let's do this. Welkom bij aflevering 12 van de Beyond Gaming Podcast. Ik ben Mr. Poeli. Mr. Poel. En ik ben Quentin. Voordat we de episode beginnen wil ik nog een keer zeggen: kun Je Beyond Gaming volgen via Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Join de Discord. Voor vragen, suggesties, opmerkingen kunnen jullie ons mailen naar podcastbeyondgaming.be. En nog een keer ook zeggen: Natuurlijk, voor mensen die nog de top 3 van games van 2022 willen doorsturen dat jullie daar via Discord in het podcast feedback kanaal kunnen droppen of ons gewoon mailen en dan gaan wij dat in onze special ook voor lezen ja. Dan gaan we aan de nieuwtjes beginnen hè. Yes. En uh, het eerste nieuwke was eigenlijk deze week heeft team van uh, Company of Heroes 3 laten weten dat de game ook in 2023 naar de consoles gaat komen. Ze hebben hier van de week een trailer voorgeschoteld van de console reveal. Dus ja, kijk. Ik weet nu niet of dat echt bepaald een game is dat op console wilt spelen. De Achim maas aansluit wel, hè? Ja, maar met een controller lijkt mij dat wel niet zo handig. Niet handig, nee. Nee. Nee, ja. Normaal gezien zou ik denken: als hij dan op een console speelt, is dat meestal toch om uh, juist met de controller te willen spelen. Dus mm -hmm. ik zie het niet echt, maar. Ja, het zullen wel mensen doen sowieso. Denk Yuri, de hoofdredacteur, zei daar vorige keer ook: SPL alles met controller. Ja, ja. Als je het gewoon zet, kun je het wel doen. Maar langs een andere kant, het is niet zo gemakkelijk dan met een muis en zijn keyboard natuurlijk. Het is waar ja. je gewoon bent, hè? Inderdaad. Oh ja, ja, het is dat. En dan heeft Outright Games een nieuwe trailer laten zien van DC's Justice League Cosmic Chaos. Uh, ja, in de game die comedy voorop stelt, kun je dus eigenlijk als je favoriete helden spelen in ja, bijna comic-stijl uh, ga ik het omschrijven. Het zag er wel uh, ja, funny uit. Alleen nog een DC-game. Maar ik ben niet zeker, het leek mij co-op te zijn. Of het kan zijn dat dat gewoon uh, 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 hmm. ja, computergestuurde spelers zijn, maar het leek me co-op te zijn. Ik hmm. heb het eigenlijk niet gekeken, die trainer, maar ja... Ik kijk natuurlijk uit naar Kill the Justice League. Dus... Ja, 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 dat is, dat is een heel andere veen. <laughs> ja, ja, voilà. <laughs> uh, Sony werkt aan een nieuw PlayStation 5 model met afneembare Blu-ray-lezer. Dus uh, leaker Tom Henderson laat weten dat meerdere bronnen nu claimen dat dit model probleemloos werkt. Dus we kunnen waarschijnlijk binnenkort een officiële aankondiging verwachten. Ja, daar hebben we al eens vermeld hè, dat je er waarschijnlijk ging komen. Ja. Oh maar ja, twee aankondigingen dan eigenlijk wel. Een nieuw model van de PS5 plus die een externe Blu-ray uh, ja. laser. Maar dan waarschijnlijk gaan ze ook alleen maar die maken. Hè? Dat je, je kunt je dan loskopen als je wilt. Dus dat is voor veel mensen ook een, 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 heel gemakkelijk, hè. Dus je koopt ja. eerst uh, de digitale, als die niet aanstaat, kunnen kun je nog altijd een disk kopen. Ja, of voilà. je kunt van ESCP kopen. Ja, voilà. Wel, ik heb ook gehoord dat inderdaad de oude PS5, alia al oud, zou vervangen. Maar mm. ze zeggen hier wel afneembaar, dus uh, waarschijnlijk gaat hem dan wel kunnen inbouwen ook. Want het zou mij heel lullig lijken om dat ding zo naast uw Playstation uh, te moeten zetten. Ja, als een of zo gewoon, hè. Uh -huh. Ja, of, of er een soort opklikken of zo. dat ja, ja, zullen we wel zien. Ja, dat zou wel ja. zoiets zijn. Dan uh, het Sony-Microsoft duel is nog lang niet over. En nu heeft Xbox weer een toegeving gedaan <laughs> voor Call of Duty op Playstation-consoles. Het bedrijf bevestigt namelijk dat ze bereid zijn om Call of Duty toe te laten in het PlayStation Plus abonnement van Sony. Dus dan ze het ook inlder, ja, gratis, maar betalende subscription willen toevoegen, dan ze dat ook nog een keer zouden mogen doen. Ja, mm. het, is, het is nog niet rond helemaal. Dus, uh, ja, maar... Nee, en alle tegen deals dat Sony nu al gedaan heeft, naar de Nintendo, dan ze het op Steam tien mm -hmm. jaar gaan uitbrengen. En nu dat abonnement ook, is momenteel Sony reageert er niet op. Ja, maar het is ja. Europa hè, dat uh, een beetje moeilijk doen, hè? Ja, ben je toch wel benieuwd of het een deal uiteindelijk gaat doorgaan of niet. Ik vraag het me echt af, want ja, want dat zijn allemaal... ze blijven precies... Ja, dat, is doen. dat zijn allemaal loze woorden, hè, want ze hebben eigenlijk nog niks te zeggen erover. Nee. Ja, ik weet het niet, ja. We zullen, we zullen zien. We hebben er al sinds het laatste nog niet over gehoord. Nee. Nee. Het is wel cool, de dingen dan er allemaal van naar buiten komen. Dat wel. Maar... Eigenlijk veel meer dan we gedacht hadden. Hè. Ja, sowieso. En alle weken is er wel weer iets nieuws, hè. Maar langs de kant, alle, alle tegendingen dan ze geven, waarom dat zogezegd um, dan ze de macht zouden overnemen vol Sony, zijn ze wel allemaal één voor één aan het wegwerken. Hè? Want mee dat aan te bieden op Steam zo lang, op Switch zo lang, mm -hmm. uh, nu nog een keer dan stel de PlayStation Plus subscription moest steken. Ja, yeah, dat is dat is het tegenargument als dat ze hadden, maar dat valt natuurlijk weg, hè. Ik denk... ja, er zijn al geen voordelen meer echt voor Xbox uh, nee. dat, we, dat overblijven. Maar ik, ik denk wel dat ze al vrij zeker zijn dat ze het gaan hebben, ook zo Omdat ze zo al erover aan, aan het praten zijn, eigenlijk, alsof het van hun is. En ze zullen er wel ja. serieus wat geld tegenaan gooien, ook, denk ik. Ah, wel, en ze kunnen ook, als ze Call of Duty blijven op platformen brengen, kunnen ze wel met Blizzard en Activision uiteindelijk nog dingen doen, hè? Ze kunnen een keer een nieuwe game maken, ook, hè. Om ja, dat maken, zoals zeker mooi hè. Dat ze dan exclusief maken. Wel, ze zijn het bezig, hè? Um, was dan niet Blizzard die bezig was aan een nieuwe survival game? Dat was toch Blizzard, hè? Ik weet dat er een nieuwe survival game in de maak is en ik dacht dat Blizzard aan het maken was. Als oh, ik me niet vergis. Meteen. En wij dus kikt, zal sowieso al nog iets aankomen dat ze we dat wel exclusief kunnen houden. Mm -hmm. En dan nog iets dat in de maak is: de developer van Spider-Man 2 heeft misschien per ongeluk het release-window van Spider-Man 2 gelekt. Zo verscheen er op Twitter dat deze in de herfst van 2023 zou uitkomen. Maar nu is de datum terug aangepast naar 2023. Dus ja, dan weten we eventueel al tot wanneer we gaan moeten wachten. Ja. Dan heeft de ESRB, dus de Amerikaanse leeftijdsratingorganisatie, uh, ratings toegevoegd voor um, PlayStation 4 en Switch versies van een aantal klassieke Final Fantasy games. Dat wil zeggen dat Final Fantasy 1 tot en met 6 binnenkort waarschijnlijk naar de PlayStation 4 en Switch geport worden als een pixel remaster, iets wat reeds voor Steam en Mobile gebeurd is. En, uh, ja, alleen Final Fantasy 4, 5 en 6 staan al een hele tijd op mijn, uh, Ooit playlist, dus daar kijk ik wel alles naar uit. En ja. die hele lange backlog, ja. ja, een hele lange backlog. Ja, zeker als je dan games moet, moet erbij rekenen die niet eens beschikbaar waren. Eh, tot voor kort op eh, huidige platforms. Ja, die kla klassiekers van Fancy 4, 5 en 6. Eh, ja, vind ik wel dat ik eens gespeeld moet hebben. Dus eh, daar gaat er wel wat tegen kruipen. Ja, en tegenval iets ook, hè, die Pixel Remasters langs de kant. Ja, ik hoor er, ik, ik hoor er wat mix dingen van. Uh, ook wel wat slechte ports naar de PC uh, heb ik uh, gehoord. En dan nou, ook ja. wel, maar, uh... Ik heb ze zelf niet gespeeld, eerlijk gezegd. Ik heb er ook dus... nog geen enkele van gespeeld, dus uh, we zullen zien. Dan uh, over Final Fantasy gesproken. Final Fantasy 7. Ever Crisis beta. Komt pas in de zomer van 2023 uit. De gesloten beta is uitgesteld en dat liet Square Enix weten deze week. De game voegt alle verhaallijnen samen van de Final Fantasy 7 franchise en komt uit op iOS en Android. Dus ja, wij zijn natuurlijk publiek niet. Ja. Allee, de, dat klinkt weer al zoals zo'n Kingdom Hearts shit, waar dat zo heel dat belangrijke niet. dingen ineens op een mobile uitkomen. Was is dat nu? Ja, Even ja, ja dus er nog de niet eens mobile macht gehoord. is natuurlijk wel groot, dat kwint langs de kant. Ja, maar als iets Final Fantasy 7 als naam heeft, dan moet het op zich wel cateren naar hun fanbase vind ik. Of ja, ze, ze weten dat er Final Fantasy 7 fans zijn die dit door, de, door het medium gewoon niet echt gaan in raak, aanraking mee komen. Dus dat is alleen maar jammer. Ja, sowieso ja. Ik vind het ook spijtig als het iets van Final Fantasy is dat we dan niet kunnen spelen. Ah ja, we kunnen het spelen. Ja, we maar... kunnen, maar... Ja. Ja. Dat we geen zin in hebben over ja. om dat platform te spelen zien. Ja, voegt alle verhalen in en samen van de FF7-franchise. Ik, ja, ik vraag me af wat dat wil zeggen, want op zich het... Ah ja, ik, toch, ik denk dan Crisis Core, maar, maar heb hebt nog eentje, hè. Je hebt Crisis Core en... Ach, ik durf het nu niet te maar van de week zag ik heel veel mensen... Ik wist dat trouwens niet, want... Ik wist ook niet van Crisis Core af, eigenlijk, een bepaalde tijd geleden, omdat ik nooit vroeger into Final Fantasy was. En yeah. van de week zijn er mensen iets met Cerberus of zoiets. Cerberus, van... Durge ja. of Cerberus is inderdaad ook zo'n uh, zo spel. Ja, wel, dus stil. dat zullen ze misschien bedoelen, plus dan een keer de verhaal van. De ja, ja. en Children inderdaad. ze dus uh, zullen ze het allemaal samenvoegen, Ja, maar de verhaallijn is eigenlijk nog niet compleet, want ze zijn nu van alles aan het veranderen aan de remake. Dus. Ja, maar ik denk misschien dan van de Nouwers even, pool Ja. Dat denk ik niet. Nee, dat kan ik, dat kan ik me niet voorstellen. Dat ze nu het, het verhaal aan het veranderen zijn van de nieuwe generatie, maar tegelijkertijd nieuwe games uitbrengen dan nog altijd het oude verhaal. Ja, dat, zou, dat zou dat, dat, ja. dat, dat niet vreemd klinken. Ja, inderdaad, ja. ik weet het niet. We, hey ja, we gaan het niet zien, maar we zullen het misschien wel in het nieuws Nee, maar misschien, net zoals die Kingdom, Kingdom Hearts games, eens dat de volledige 7-trilogie dan, dan uit is, gaat dit dan ook zo'n te krijgen ofzo voor de PlayStation 5 of 6 of whatever het is op dat punt. Ah, ja, ja, ja voilà. ze, ze gaan er nog wel geld uit blijven uh, uh, halen. <laughs> het is dat. En dan. Dan uh, de nieuwe Telg in de Mortal Kombat games komt volgens de Netherrealm Studios waarschijnlijk binnenkort al uit. Uh, zo antwoordde hij dat het waarschijnlijk, uh, uh, op Twitter, Ed Boon, uh, zei op Twitter dat hij waarschijnlijk niet 23 moest zeggen. Ook uh, vroeg iemand of het spel dan de komende zes maanden zou uitkomen, waarop hij dan antwoordde dat het heel waarschijnlijk kan zijn dat dit zo is. Dus uh, het zou kunnen dus binnen een half jaar dat we een nieuwe Mortal Kombat hebben. Ja, ze kunnen niet achterblijven. Street mm -hmm. Fighter komt uit, die ja, dekking ja, ja, komt ja, ja. uit. Ja. Mortal Kombat ontbreekt nog. Hè? En de laatste <laughs> ja. was ook heel goed qua story zelfs. Ik vond hem heel goed. Ja, Ik vind Mortal Kombat sowieso de max. Dus, ja. Ja. Dan hebben we Star Wars Jedi Survivor, die een Collector's Edition krijgt. Die bevat uh, de game zelf, de deluxe edition daarvan, met allerlei skins. Daarnaast een certificaat van authentic authenticiteit. <laughs> Een steelbookcase, dat is wel altijd leuk. En dan de helft van is Lightsaber. Dus okay. het lichtgevende laserswaard zelf moet je nog apart kopen. Maar je krijgt de handel. En die <laughs> okay. uh, Collector's Edition met de helft van een lightsaber kost <laughs> 299,99 dollar. En okay. kan je op bijvoorbeeld LimitedRunGame.com bestellen. Ja, het is, uh, is zo dat we weten dat het om heen gaat. Hey. Als ze zo'n dingen doen, <laughs> aan mij zeg. Die, die brengen wel eens vaker halve dingen uit. Ja, ja, ja Natuurlijk is het wel. Ja. Limited Run games. Hè. Die zijn wel heel duur. hè, Want. Ja. Yeah. Eh, toen dat we Roma ook te gast hebben, was hij bezig van die. Ehm. Uh, um, die Dead Space Collector's Edition van Limited yeah. Run games. En die kost ook 250 euro. En pas op, het ziet er cool uit. Maar het is wel. Ja, heel veel meestal voor wat dat is. Ik ben ja. trouwens ook heel geïnteresseerd in die Baldur's G3 Collector's mm -hmm. Edition. Maar. Pff, het is 259 euro voor de collectie Edition. En je moet ja. dan 30 Het is altijd betalen. echt uh, diep nadenken of it, if it's worth it. Ja uh. wel ja, dat is natuurlijk. En vaak, ik zeg niet bij alle collectie Editions, maar vaak is het ook: ik zeg maar iets, ik heb dat gezien met de Last of Us en altijd nog dat. Dat figurine die er dan meestal in zit, is ook niet echt gepeint. En... Ja, geen goede ja. kwaliteit. Het is echt gewoon de exclusiviteit ervan waar dat je voor betaalt. Inderdaad, ja. Ja. Maar op, op, alleen, op ik vind dit dat zijn... wel extra erg, gewoon omdat het niet volledig is. Dat, dat, is zo... dat vind ik toch wel een punch in the gut. Als je dat dan ja. koopt en dan heb je niet eens die volledige lightsaber, dat vind ik toch erover. Ja, ik zou het sowieso niet kopen. Ja, ik ook niet, niet. Dan uh, iets dat ik waarschijnlijk wel ga kopen. Hogwarts Legacy. Het is weer uitgesteld, maar geen zorgen. Het is alleen voor last gen. Ja. <laughs> dat is niet erg. De Playstation 4, Xbox One en Switch versie komen later. Op 4 april is het pas speelbaar op Xbox One en PlayStation 4. En de Switch-versie komt zelf maar 25 juli uit volgend jaar. Mm -hmm. Voor New Gen en de PC is de release-datum nog steeds 10 februari. En ik weet niet, jongens, of dat jullie die nieuwe gameplay weer gezien hebben? Ik heb hem nog niet gezien, maar wel al, al van gehoord. Fooh. Ik heb wel gekeken, maar je weet, ik uh, probeer me niet te hard te ja, investeren. Ja. <laughs> maar toch, Quentin heeft toe, het ziet er wel goed uit. Het ziet er heel leuk uit, moet ik, uh, moet ik toegeven, ja. Maar uh, ja, ik ben, ben benieuwd. Het is op zich wel goed nieuws dat, is, dat het echt een aparte versie gaat zijn hè, op Les ja, Dus uh, dan krijgen we toch echt wel een betere versie die niet gewoon betere frames heeft. Ja, inderdaad. Ja. Dus voor, hoe gaat dat dan weer draaien? Vraag ik me al wel weer af. Op de Les daar... Ja. Mm, mm. ja. Als dat niet direct uitkomt, dus dat wil zijn dat hij weer niet, niet gemakkelijk draaibaar nog te krijgen is op die PS4 en zo. Het dus, komt op uh, Switch, dus. Uh... Ja, ja, 25 juli, ze, ze nemen wel hun tijd ervoor om het uh, over te zetten. En hoe hoger op Switch, hoe gaat dat dan Is dat daaien? op Switch streaming dan? of? Ik heb echt geen idee. Want oh, dat gezegd. kan dan normaal toch Ik... helemaal niet af? Allee. Oh ja, misschien naar 5 frames. Dus... <laughs> ja, de laatste Pokémon was ook niet zo denderend. Nee. Maar dat ligt ook niet 100% natuurlijk pool aan. Nee, dat nee, ligt niet de aan de switchen. Switch. Het ligt aan ja, de optimalisatie. En dat Nintendo weet hoe dat ze het moeten doen. Maar niet aan de developers uh, de trucjes uh, doorgeven. Want zo die kunnen ja, het ja. wel. Nintendo maakt altijd frames aan, eh, zes, games aan 60 frames. Ja, Zelda was wel 30. Zelda was inderdaad 30, ja. Maar gelijk Mario en zo, die, zijn, die draaien altijd heel goed. Hè? Die zijn altijd 60, ja, ja. Maar ja, oké, okay, ik ben benieuwd. Ik zou alles en zo aan de luisteraars aanraden als je nog geen Next Gen hebt. Ja, misschien toch even wachten, want ik vrees dat het toch maar een halfbakken versie gaat spelen, jong. Ja. Nu, uh, spannend nieuws voor uh, velen van ons. God of War krijgt een eigen tv-serie geproduceerd door Amazon. Uh, het wordt ontwikkeld door Rave Judkins, die ook de recente uh, serie op Amazon Wheel of Time heeft uh, ontwikkeld. Daarnaast zijn Mark Fergus en Hawk Osby, uh, die gekend zijn al voor The Expanse en ook Children of Men, uh, schrijvers en regisseurs voor de serie. Uh, van wat dat we tot zover gehoord hebben, lijkt een best trouwe adaptatie te worden van de reboots van God of War. Dus het verhaal gaat ook om de band tussen uh, de Griekse god Kratos en zijn zoon, terwijl mm -hmm. ze samen de as van zijn vrouw gaan verspreiden in Midgard. Dat is het enige dat we nog echt van informatie gekregen hebben. Uh, ook nog geen officiële castinginformatie. Behalve dat op, de, op sociale media iedereen wel al zit te zeggen. Dat Christopher Judge, die, uh, ja. die nu dus uh, Kratos heeft gespeeld in de laatste twee games. Ja, veel fans zullen hem wel graag ah. zien zijn rol hernemen. En hij heeft zelf ook in een statement gezegd dat hij dat graag zou doen. Nou, maar we, gaan ah, ja. sowieso, we zijn sowieso al zeker dat er veel uh, boy gezegd gaat worden. Waarschijnlijk, ja. Ik vind het wel langs de kant spijtig dat, niet, dat ze niet beginnen bij de oude force. Ja, ik had ook uh -huh. iets van. Alleen, uh, allee, ze hadden eender welke kant op kunnen gaan. En ze hebben gewoon gekozen voor de reboots volledig te kopiëren. Alleen, snap ik ook wel, want die hadden meer een focus op verhaal, natuurlijk. Maar dat geeft hen minder om mee te werken, want als ze hadden begonnen met de Griekse story, dan had ze juist, ja, ja heel, heel, heel veel verschillende richtingen op kunnen gaan ergens. En wel, want dan had ze ook natuurlijk wel Quinten, meer vrijheid gehad voor er iets cool van te maken, en, en ons nog te verrassen natuurlijk. Precies, terwijl deze meer lijkt op gewoon een, ja, een heel trouwe uh, adaptatie, adaptatie te zijn. Ja. 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 Ik ben een grote fan, maar of dat ik op een serie zit te wachten geen idee we zullen zien als het goed is ja maar... wel ik, ik heb ook gezien dat uh, veel mensen zijn uh, bezorgd dat het Amazon is uh, Amazon heeft geen geweldige ja. reputatie als het gaat om adaptaties uh, The Rings of Power was nu ook geen geweldig succes voor nee. veel mensen nee. dus uh, ja HBO well, ik denk dat de laatste was heeft toch een betere deal gekregen met HBO mm -hmm. maar uh, mogen zien wel dan gaan ze wel uh, Christopher Judge heel erg moeten schminken. Hè? Ja. Ah ja, ja, sowieso. Ja. Maar kijk, dat is dan toch spijtig als je een serie maakt dat je dan de origin van Kratos niet gaat kennen en al. Of de zij dat we dat ook gaan zien, misschien in flashbacks of zo in die serie. Wel, in, in het weinige dat ze erover gezegd hebben, is, is er wel. Er wordt erkend dat hij van, van Griekenland komt. Dat, dat wordt ah. erkend, er, zijn, 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 uh, zijn past wordt erkend. Dus misschien gaat dat inderdaad wel in wat flashbacks geëxploreerd worden, maar uiteindelijk gaat het verhaal nog altijd vooral over uh, de band tussen hem en zijn zoon. Die, uh, die trouwens niet officieel Atreus is genoemd, voor uh, ah. so zo so far as ja. we know. Ze, ze kunnen nog wel wat creatieve vrijheden nemen, hè? Als ja, ze gewoon het dat verhaal wel. wat volgen. Ja, het is toch. wel oké afwachten. Ja. ja. En uh, ja, we hebben het al over Final Fantasy Cryscore gehad, maar... Um, toch is er ook nog een beetje grappiger nieuws over. Um, zo zou de ja, remaster, remake, hoe moet het noemen? Uh, volledig herwerkt zijn. Maar er is een oplettend persoon op een watermerk van Getty Images gestuurd. Uh, in op zijn minst schilderijen in het Shindra Mansion. Blijkbaar heeft uh, Square Enix dus niet betaald voor de rechten voor de kunstwerken te mogen gebruiken. En ja, weten we ook ineens waar dat ze de kaas hebben gehaald. <laughs> Ja, where else? Ik zou, ik zou ook naar Getty Images gaan, maar eh, toch uh, ja, een beetje onoplettend van hen voor die watermark niet weg te doen. Maar, ja. Uh, ze hadden dat, ja, maar zelf wegwerken <laughs> dat mag ook zomaar niet, maar dan hadden ze toch op zijn minst toch wel even kunnen betalen. Ik bedoel, het is niet ja, dat ja, die geen ja. geld hebben. Nee. Ja, nee, sowieso niet. Ja. En ik is, is zo... er ook bekend of ze, of ze er iets aan doen, nu dat het, het publicly gekend is? Of, uh... Dat weet ik niet. Ik neem ja. aan, nu dat het geweten is, dat ze er wel iets aan gaan, gaan doen. Ze dat ja, doen. Niet. <laughs> ja. nee, anders voor ons weten zal het er misschien wel een rechtszaak of iets van komen. Ja, dat kan ja. ook wel. Dan uh, Resident Evil Village komt op 22 februari 2023 uit in VR op de PlayStation VR 2. De mode gaat gratis zijn als je de gold edition van de game hebt. Ja. Ik vind het natuurlijk wel langs de kant zuur. Als je de Gold Edition op PC hebt, dan had je het dan niet gehad. Ja. Allee, ik ben het ja. ook niet 100% zeker, maar ik heb het zo het zitten opzoeken, omdat het niet echt vermeld stond. Van, komt het dan toch niet als je de Gold Edition op PC? Maar alle artikels vermelden PlayStation VR 2, dus dat vind ik wel wat ja. als... ja, de eerste was ook een PlayStation vr uh, exclusieve. Ja, ja. ja, maar ik vind Poel... Je kunt met mods, dan... met mods ik het wel, hè. Dus ik neem aan dat er wel een mod ja. gaat komen, hè, voor uh, PC. Maar het is toch spijtig dat mensen daar een mot moeten van maken, terwijl ze dat eigenlijk zelf gewoon kunnen makkelijk porten. Ja. Ah, had ik het trouwens al gezegd? Wat? Ik ben gecaved, hè, voor de PSVR 2. Hij toch iemand ah. besteld. Ja, ik had een mail gehad, waar ik denk, ah, ik ga toch eens... Ik heb ook geen uh... gehad, ja. <laughs> ik heb het wel gedaan. Allee, nice. alleen, dan uh, ja, ja, had we het toen een keer kunnen uitgebreid hoe naar Poel. Ja, inderdaad. Je, ik ga die Gold sowieso nog uh, eens een keer kopen, want ik wilde die sowieso nog eens uh, opnieuw uit spelen. was een goeie speler. Had het, had het toen een VR, ja? Sowieso, hè. Uh. Heel ja, Poel. Ja, daar gaat druk dat gaat drukker zijn. Ja, 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 ja. Het, niet alleen dat stuk. Wow, Doe je hebt die... al een extra pamper aan. Uh -huh. <laughs> Ja, nee, inderdaad, dat babystuk is wel eng, voor de rest is dat wel een oké. Okay, oh ja, maar in die in de, alleen met, met Lady Dimitrescu Komt zit echt, toch ook wel... Ja, dat je zo echt vervolgd ja. wordt, dat is, dat is... Ja, ja. ja nee, zeker in VR moet dat wel leuk zijn. Hè. Ja, ja. Ik, ik heb er de laatste tijd ook nog wel over nagedacht, maar ik heb dan gekeken naar de, de titels die er echt voor zijn, VR 2, en ik, vind, ik ben nog altijd niet overtuigd, so far, maar uh, ja, ik hoop dat er gewoon meer titels komen. Ja, keer als er adaptatie is, dan kan dat heel snel gaan, hè. Ja. Het zal ook wel nu een beetje afhangen hoe succesvol dat het is, zeker hoeveel dan ze verkopen. Voordat ze snel weer, alleen hoe beter ze gaan verkopen, hoe sneller dan ze nog games gaan uitbrengen. Ja. Dan hebben we terug een leak. Uh, viewer Anon, die vanwege een corrected record best geloofwaardig is, heeft geclaimd dat Neil Druckmann en Naughty Dog productie is begonnen aan The Last of Us Part 3. Hmm. Uh, Dragman had maanden geleden al laten weten dat hij en medeschrijfster Hallie Gross Part 3 eigenlijk al volledig geschreven hadden, maar zei in de tijd dat uh, dat eigenlijk nog niks wil zeggen qua productie en dat het ook net zo goed zou kunnen gedropt worden. Uh, toch leek een deel 3 eigenlijk onvermijdelijk en ja, al moeten we met weinig confirmatie of meer informatie verwachten voor een Poosje en al zeker geen release, aangezien de laatste was vaak naar het einde van een game generatie -toepas uitkomt. Maar uh, ja, verrassend vind ik het niet, maar wel leuk om te weten. Ik ben, ben wel benieuwd wat richting dat ze gaan ja. volgen met het verhaal. Dat ah, vraag ik ja. mij wel af. Ja, het, Want wat ja. kunnen ze nu nog, Ellie? Het is al een Ellie-verhaal alles gedaan, hè. dus... Uh, en wel, dus... Ja, ik vraag me well, af als het. Ja, ik, ik, ik ben wel... Pretty, uh, ik, ik zit in veel van zo'n fancommunities en ik hoor veel mensen in de richting denken van een soort van... Abby-Ellie team, eigenlijk. Uh, <laughs> ik, 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 ik denk ook dat het naar zoiets wel zou kunnen gaan. Zeker voor de reden dat Ellie. Ellie is nu op haar diepste punt, laten we zeggen. Ze heeft een beetje een redemption arc nodig nu. Hè. <laughs> de, dus uh, de, de, ik denk wel dat zoiets. Misschien niet de hele game dat ze beste vrienden worden of whatever, maar wel uh, iets, iets van een partnership. Uh. Ja, ik denk wel dat, yeah. dat, dat, dat de serie ook. Dan zoiets zo eindigen, dan zo'n thema van uiteindelijk moeten we, we're in this together, weet je, in zo'n apocalypse, want alle apocalypsen zijn uiteindelijk een soort van allegorie voor climate change ook. Mm -hmm. ik, ik zie dat ja. wel gebeuren, zo'n soort, uh, uh, zo soort uh, outcome. Maar ja, het sta is ook heel erg open voor andere interpretaties natuurlijk. Het is Naughty Dog, dus ik heb er wel vertrouwen in dat iets cool gaat worden, ja. maar, maar ja, wel bedoeld. Bedoeld. Ja, en daarnet had ik het nog over de gelijke datum van Spider-Man 2. En uh, nu blijkt de correspondent van PlayStation Blog dat ook te bevestigen. Dus uh, ja, het herfst. Hè. Ja. ja, nice. Dan uh, Wolverine gaat waarschijnlijk het jaar daarna komen, hè? 2024. Ja, ja. 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 Mm -hmm. yeah. ik kijk ook, Connor. Um, dan is normaal de bedoeling, want we zijn er de nieuwkes heen. Dat we naar de game releases overgaan. Maar het was niet echt interessant. Het kwam niet echt. Het nee. waren allemaal nee. vrij onbekende titels die nu uitkwamen, dus het leek ons niet echt interessant om ze op te noemen. Dus heb ik een verrassing voor jullie, jongens. Hey, een quiz ah, nee. of zo, denk ik. <laughs> ik heb nog een keer inderdaad ah. een heel kort quizje voor jullie. Oh, oh nee. <laughs> <laughs> het is wel maar het is, is een meer keuze-quizje, dus... Okay. Okay. Ik ga hier heel snel over een schrijven. Oké. Ik ga het voorlezen, ik ga dan uh, de vier mogelijke antwoorden zeggen. Als je natuurlijk het al weet terwijl ik het zeg, zeg het dan al direct. Degene die het eerst zegt, even het natuurlijk. Oké. Okay. Wat is Luigi's favoriete eten? Wat uh, Sausages en mash. Het is wel in het Engels, dus ik ga het wel in het Engels voorlezen. Okay. Pizza, cheese toasty of roast beef. Ah, sausages yeah, and Ja, ik was ook aan het denken. Nee. Dacht niet. Oké, okay. het was een total guess. Dus, uh. Ga <laughs> je het dan eigenlijk Pool? Ja, eh... Uh... Uh... Moet ik het nog een keer zeggen? Ja, zeg ik nou. Dus het is nog keuze tussen pizza, cheese toastie of roast beef. Maar ik zou zeggen pizza. Ik denk dat ik ooit een image heb gezien ja. dat een pizza heeft. Inderdaad, het is okay. pizza. Oh. Allee, dus het was toch de stereotype Italiaanse. Dat uh... okay. <laughs> past pas. Dan... Ja. Ik dacht, ik ga iets anders kiezen. <laughs> Dan iets, iets vrij gemakkelijk, maar we moeten er alleen nog een keer goed misschien over nadenken. Wanneer is de PlayStation 5 gereleased? Januari 2020, juni 2020, november 2020 of januari 2021. November 2020. Ja, dat klopt. Okay. Ik had hem in januari. Dan. Wat was het eerste commercially successful videogame? Pong, Donkey Kong Country, Super Mario Bros. of Shaq Fu? Pong? Donkey Kong Country? Nee, het was Pong. Uh, het ja, was ik dacht die... dat dat, ja, dat Werd dat verkocht, echt? Dat werd verkocht, ja. Maar dat was nee, ja, okay. begonnen eigenlijk als een tournament via uh, universiteiten, dacht ik. Hm, ja. Yeah. Dan... What is the best-selling video game of all time? Red Dead Redemption 2, FIFA 18, Minecraft, of Call of Duty Modern Warfare 3? Minecraft. Yeah. Inderdaad, Minecraft. Tant, <laughs> volgende. What inspired game maker Satoshi Tajiri to create Pokemon? A dream, butterflies, an old TV show of his mom. Butterflies. Inderdaad, butterflies. <laughs> His mom peeled u in. <laughs> <laughs> um, wacht, hè. What is the biggest selling video game of all time? Minecraft, Roblox, FIFA of the Sims. Minecraft, hebben we toch al gezegd. Wat is het verschil nu met, de, met die vorige vraag? Wat is de biggest... Franchise? Best What was the franchise? first commercially successful videogame was de andere? Nee, nee, de, de die vorige vraag waar dat Minecraft het antwoord was, de best selling videogame of all time was dat toch? Dat was de best selling, en dat is the biggest selling video, eigenlijk is dat een beetje Minecraft. <laughs> ja, maar dat gaan we skippen. Moet <laughs> ja, ik denk dat het een beetje dezelfde vraag was. What is the armored vehicle in Halo called? Sir Killalot, Bashor, Rocksteady of Warthog? Warthog. Ja, dat klopt. Ik heb hier een staan op mijn bureau, dus... Hmm. Quinten had uit u dingen moeten komen, hè? Ja, <laughs> ja. Ik, ik was al bang wanneer dat... Je het, <laughs> <laughs> Want het ja. is, is een... Nu, de volgende vraag is een, een, een schikte vraag voor Poel. Dus ik hoop dat hij hem toch nog voorzijdt. Ja, <laughs> dat hij een beetje spannender wordt. <laughs> Wat was Sonic the Hedgehog's original name? Fast Blue Hedgehog, Colin the Hedgehog, Mr. Needlemouse of Steven? Colin? Ja, ah, ah. Fast Blue Hedgehog. Nee, alle twee niet juist. Ah, Allee, niet. Nee. Colin? What? Nee, dat heb ik al gezegd. Ah, Steven? Nee... Allee, dat weet ik niet meer wat dat de laatste <laughs> Allee, ik ga ze dan een keer allemaal noemen. En wie dat snelst is. Fast Blue Hedgehog, Colin de Hedgehog, Mr. Needlemouse Needle of Steven. Ja, inderdaad. <laughs> wat een naam. <laughs> <laughs> ja. En daar is een heel makkelijke, ik ga zelf de antwoorden niet lezen. Ik zou zeggen wie dat de is. What is the name of Ratchet's killer robot friend? Clank. Oh. Yeah. Ja. Ja inderdaad, dat was het jongens, dus is dus, iets Ja, We moeten ze niet tellen. ik. <laughs> nee, Zes doen, tegen 2. <laughs> ja, ja. Maar kijk, winter, we gaan dan nog een keer. Memory doen. is ja, ja. Een, uh, mijn, mijn sterkste punt. <laughs> maar we gaan dan nog een keer een rematch geven, Ik Gaan we dan nog een keer iets, iets groter nog in elkaar steken? <laughs> ja. En dan kunnen we een keer <laughs> een rematch. Match krijgen het tegen Paul. <laughs> ik dacht, ik ga toch de episode met iets anders op nog vullen, een stukje anders gaat het misschien heel kort zijn. Ja. Dus uh, we hebben een klein quiz gedaan en daar gaan we over gelijk altijd. We hebben deze week gespeeld. Yes. En probeer begin jij anders maar. Zeker? Okay. Ja. Ja, niet veel. Uh, ik heb wel heel even Hitman 3 gedaan. Je hebt vooral PC-simulator gespeeld, Building-simulator. Ja. Ik heb, simula gespeeld, ja. <laughs> <laughs> ik heb uh, een nieuw systeemje gebouwd weer. Uh, en een beetje aan het testen. Maar het is nog altijd mijn oude videokaart. Mijn nieuwe komt uh, normaal volgende week pas aan. Ah, oké. Okay. Ik, ik heb de RX 7900 XTX besteld. Van XFX. De smalle X'en. Ah, ja. Uh, uh, maar het was, het was toch nog duurder, Poel? Ja, ja. Een, een kleine uh, 1300. En dan had het toch niet. Ik had het u nog gezegd, het zal wel een 300 meer zijn of de dingen, maar het is dus wel zo effectief. Ja, slaaf op zich nog, hè? Ja, sowieso voor die kaart. Not... En ja, het is een heel dure kaart, maar ja, mm. het kan uh, optenen uh, 40 80 hè? die ja. een stuk prijziger is. Dus ja, op dat vlak is het wel uh, ja sowieso een mooie deal, hè? Ja, maar die die ik gekozen heb, die heeft zo een uh, een bioswitch. En als je die verzet, dan uh, gebruikt hem uh, meer dan 500 mee. Ja, meer dan 500 uh, watt. Oeh. Maar uh, ik ga het dus braaf uh, op de gewone setting laten staan, denk ik. <laughs> ja, dat <maar> best. gekeken <laughs> weer... naar de, de benchmark-spoel? Ja. Als je die BIOS aanzet, ja. Oh ja, hoeveel FPS verschil zit er in? Och, dat, dat, dat weet ik niet van buiten, want je hebt daar niet echt uh, laten zien hoe dat, dat in games... Hij uh, gewoon gezegd, ja, die switch is er. Hmm. Maar, maar uh, ik heb dat ook op mijn 4090... Um, maar hij heeft maar drie frames meer die overclock ah. mode. Ah, ja. dan is dat misschien niet Dus de uh, ja, daarvoor ga ik hier niet al die extra stroom slurpen, hè? <laughs> ja, we moeten nou een energiefactuur denken, hè? <laughs> ja, maar 40-90, daar is niet echt uh, iets dat al uh, aan kan tippen, hè. Dus... Ja, nee, dat niet, maar ja, het het zal wel nog een TI komen. Je het pakt tijden. wel een serieuze leap. Ja, nu, nu, nu is het uh, aan Nvidia eigenlijk om de 4070 te maken, hè? Dat de, toch de ja, de AMD kaarten kan verslagen. Goh, ja, maar hij zit goed pool nu, dus. Nu wel. Het heeft wel drie echt uh, uh, punten ook. Nou ja, ja, ja. Want die ja, ja, reference heeft er zelf vier. Ja, die reference-kaarten heeft er maar drie, uh, twee, ja. Ja, juist. Maar ze kon ze hier niet krijgen, Lijkt dat ik zei? Uh, ik heb geprobeerd de gewone eerst te krijgen, maar inderdaad, ik zat in de queue. En toen ik er door was, want het ging eigenlijk nog vrij snel, want het was eerst 50 minuten, hè, zo, maar die minuten die tikten dan weg. En uh, toen ik er was, mm. was uh, alleen de XT er nog maar. maar ja. De queue, op, op, waar was dat dan? Poel? Via AMD zelf. Ah ja, ja. ja. Maar de maar rest, via de webshops kunnen die niet kopen. Hè? De rest, jawel, ik heb, ay, dat zijn dan niet de gewone, hè. dat zijn dan de AIB's natuurlijk. Hè, maar dat oh, was dan... Ja, zo ja. Op Amazon en dan stonden ze erop en dan waren ze er weer af en dan waren ze weer uitverkocht en dan kwamen we er weer nieuw op, dus het was gewoon zien dat je snel uh, erbij was, en dan als je geluk had, had er nog een. En ik was eigenlijk eerst fout, want ik had eerst zo uh, ja, raap mogelijk: oh, ik moet er weer een hebben bestellen. Ik had een XT-prongelijk besteld, oh. <laughs> gecanceld en dan direct weer <laughs> nog gevonden. Ah, oké. Okay. Uh, ja, dus uh, ja, dat dus en dan uh, met dat ook. Um, de Windows is natuurlijk opnieuw geïnstalleerd, want ik, ik ben nu van, uh, Intel, uh, van AMD naar Intel gegaan. Dus dat was wel nodig om terug een uh, fresh install te hebben. En mijn nee. Modern Warfare vond dat niet zo leuk, want die wou niet meer opstarten. Uh. En ik ben daar echt drie uur mee aan het klooien geweest voordat het terug wou werken. En in mijn uh, 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 firewall dingen zitten toevoegen en zo, dat die ge en, en dit en dat. uiteindelijk is het dan gelukt. Na heel veel guides en zo te volgen van wat je allemaal kunt proberen. Het heb alles ja. gedaan. Ik had benal opgegeven en toen was het uiteindelijk gelukt. Maar het is echt ja, die Modern Warfare, dan is het weer uh, dat je verify gamefiles doet, dat je weer 38 files mist, net na het geherinstalleerd te hebben. Dat, dan heb ik zoiets van: Hoe kunnen nu files missen als je het volledig nieuw geïnstalleerd hebt? Op een ander schijf ja. en zo dan nog. Maar ja, ja. dat is uh, Call of Duty zeker. Dus dat is ook uiteindelijk gelukt. Uh, en dan heb ik dat heel even getest. Eén matchje maar. Dus het werk terug. Daar ben ik al blij om. Ja. En dan even de callisto protocol uh, heb ik uitgespeeld ook. Hè. Maar ik ga hem waarschijnlijk nog eens opnieuw doen voor die, uh, ja, die, de, de moeilijkste modes. Maar dan ga ik hem gewoon ja. met een truc doen. Ik ga niet een update installeren deze keer. Zodat ik wel een uh, trofee krijg. Ja. ja. Ik heb wel zitten zweten, Dat moet ik wel zeggen. Ja, Zeker vinden. bij de eindbaas. Ja. Maar ja, het is gewoon met, ja. met die kleine mannetjes die ontploffen op u. Hè? Ja, dat is het enige dat moeilijk is eraan, hè, want de ja. bos zelf doet eigenlijk weinig. Ik had het hele toilet om een duur, hè, taal, was ik al zodanig veel door te gaan, dat ik al direct wist van waar ze kwamen. En dat ik ze direct ah, ja, ja, ja. Wegstond, ja. ja, en het zijn er altijd maar vier of zo, denk ik, dat er komen? Ja, vier inderdaad. Altijd ja, drie. maar toch zo makkelijk overweldigd. Ja. Eén keer moeten ze me dichtbij komen enzovoort. Ah, ja. Ik moet wel eerlijk toegeven, buiten de de eindbossen in Callisto Protocol op hart, uh, vond ik gebieden met enemies moeilijker dan andere. Ja, om zo te ja want er was zo'n bepaalde gang naar het einde toe. En dat was constant. Zieken, ja, links, rechts, links, rechts. Zo heel de tijd, oh man, die mannetjes, die waren echt niet ja, te doen. Ik moet zeggen, ik denk, uh, ik heb daar eergisteren zitten spelen in de ziekenhuis hang. En ik. Wij ja. is een uur en half ja, ja. vast te gezeten. Ik ken dat stuk. Mm. En het is. Als je het op Easy speelt, is het zo leuk. Je kunt gewoon die benen afschieten, en dan stampen die tegen aan de kop, dan zijn die dood. En dan kunnen ze een dus hart niet, want die benen gaan er niet af. Ja, maar ja, kijk, we, gaan het, we gaan het nog wat sparen. Ja. <laughs> maar we gaan er een special, denk ik, van een drie kwartier, zoiets, of maximaal een uur voor in elkaar knutselen. Want ik heb er wel het een en het ander over te vertellen, uiteindelijk, eigenlijk, mm -hmm. zowel positief als negatief. Ja, ja. Dus <laughs> ik denk. Wel, denk ik denk dat misschien. Ah wel ja, dus denk dat we een keer uitgebreid over de callisto protocol gaan praten. Kijk, ze biedt na de opname en we een keer bespreken wanneer dan we het doen. Ja. ja, kijk, we gaan verder gaan met wat we gespeeld hebben nu. Yes. Hij dan, Quinten? Uh, ik heb uh, vooral Neon White zitten spelen. Heel veel, Quint. Ik heb heel veel zitten spelen. <laughs> Eigenlijk elke avond. Uh, <laughs> elke avond voorbij een week. Uh, de, de, dat is dus recentelijk uh, een PlayStation 4 en 5 port gekregen. Uh -huh. En die heb ik, uh, ik heb daarvan net mijn review ingediend. Uh, uh -huh. Dus ik zal uh, niet over de details gaan. Die kan je wel in mijn review lezen. Maar uh, laat het gezegd zijn dat ik, uh, ja er een heel positieve uh, indruk van heb gekregen. En, en is er een, een rivaliteit met iemand? Of? Want ik hm? heb het op pc gespeeld en uh, dat was het, uh, ja, op een, een andere Discord hadden ze echt rivaliteit. Ja, ik heb je score verbroken en dan, ja, dan is het echt heel tof als je zo die scores kunt verbreken elke keer hè, en dan gaan we ah, daar weer op in. Nee, dat, dat, dat heb ik niet. Voor, voor mij, ah. als, ik, als ik een ace-medaille kreeg, dan is het goed genoeg voor mij. Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat was echt. Uh, zo, proberen te verbeteren. Verbeteren ze met een zo. Dat was echt. <laughs> ja, ja. ja, en zijn niet alleen po, want er was ook nog een andere podcast. Dat naar luisteren. En die waren ook met elkaar aan uh, het duelleren. Om de beste tijden neer te zetten. Ja, ja nee. Ik, ik ken ook niemand die deze versie aan het spelen is. Dus uh, dat, dat heb ik nu niet. Maar, uh, like I said, voor mij zijn die uh, medailles wel een goede benchmark. En voor de most part ben ik wel voor Aces aan het gaan. Als het nu echt. ...echt te frustrerend wordt, dan, dan laat ik het even bij. Ja. Maar er zijn, uh, er zijn echt wel trucjes dat je kunt ontdekken dat je sneller bent op uh, bepaalde manieren. Oh ja, wel, elke, elke keer gebruik ik die hints van uh, Inside 3 natuurlijk wel, maar... Uh, ja, maar dat is niet alles. Ja. Nee, nee, ik kan het me wel inbeelden. Er zijn altijd uh, allee, speedrunning tricks, maar... Uh, ik heb zo zelf ja. ook al heel stomme dingen ontdekt. Ja. Ja, kijk, het is een game die ook op mijn wishlist eigenlijk staat om een keer te kopen. Maar het is toch nog niet van Ja. Wat vind je eigenlijk van, van de story? Want die vond ik zo precies een beetje raar. Eh, uh, wel. Ik uh, ben. Ja, ik vind het wel positief. Ik vond een origineel concept. En qua storytelling. Ik denk wel denken aan Dangarompa bijvoorbeeld. Dat ook hmm. zoiets van. Het heeft serieuze delen, maar het neemt zichzelf ook niet al te nee. serieus. Het heeft wel maffe delen. En ja, ik vond de personages tof en het is een leuk concept. Dus uh, niet echt iets negatiefs daarover te zeggen. De Muziek is ook wel goed, vind ik. Uh, ik, ja, daar, daar ben ik het niet mee eens. Dat, ja. euh, dat was, dat, de, ik, ik heb uh, op mijn review geschreven uh, dat ik uh, ja, echt serieuze kopieën heb gekregen oh, hè, eigenlijk van de muziek. Oh, oh, dat, dat was echt zoals naas op een kreetbord, uh, volgens mij. Okay, okay. uh, Alleen, het is niet bij elke track ook niet. Hè. Sommige tracks vond ik wel cool, maar sommige uh, heb ik echt enorme hoofdpijn van gekregen. Hij uh. kon de muziek niet uitzetten, dan, wel ah, ja, Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, natuurlijk. Ja, ja. Maar, oh, ja. <laughs> ja. Maar het is, uh, ja, het is allemaal subjectief natuurlijk, dus het was zo echt heel, ja, experimentele techno zou je kunnen zeggen, of so, het was mijn ding niet, die muziek. Ah ja, ja. oké. Okay. Maar dus, uh, ja, zeker, uh, zeker een aanrader, en uh, komt waarschijnlijk wel nog terug naar mijn uh, top 10 van, uh, van 2022. Nee. Ah, kijk, ik ben benieuwd. Dan, uh, daarnaast heb ik ook Sky Children of Light even gespeeld. Dat is dus de laatste game van That Game Company, die ook Journey uh, heeft gemaakt. En uh, ja, mijn impression is een beetje uh, ja, positieve en negatieve kanten. Want het is wel. Het is net zoals Journey heel mooi en heel sereen en heel oprecht. En, 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 en ja, een, een, een heel aangename, beautiful experience. Maar tegelijkertijd ook wel. Het, een van de dingen dat ik, dat ik wel irritant vind eraan, bijvoorbeeld, is dat het om de zoveel seconden je interrupt met een cutscene het is echt, je kan. Je kan, niet, je, je kan niet in een flow geraken, omdat het steeds je wegroept weg voor een cutscene. En dat vind, ik niet, ja, dat, dat, dat vind ik niet echt juist. Ook niet voor de soort game dat het wil zijn. Het is eigenlijk echt gewoon journey, maar dan met meer vliegen. Of ja, mee, meer, meer in de lucht dan op de grond zelf. Maar uh, het is wel echt heel, heel mooi gedaan. Heb dan ook die, uh, er was zo'n event dat tijdens de Game Awards werd uh, gepromoot, dat, uh, dat, dat er een concert van Aurora zou uh, plaatsvinden. Ik heb daar aan die event meegedaan en dat was ook interessant en leuk om deel van te zijn. Maar tegelijkertijd heb je ook echt heel weinig controle over je personage. Het was een beetje uh, iets minder een game en meer inderdaad zo'n concert waar dat je zelf heel klein beetje controle hebt over hoe dat achtergrond. Ja, over hoe dat jouw, jouw personage dan een achtergronddanser is, ongeveer. Je kan dan zo... Ja, je bent dan rond die zanger aan het, aan het dansen, en je hebt echt heel, maar een heel klein beetje controle over de bewegingen dat je maakt. Dus dat was wel een leuke ervaring, maar nu niet echt iets... Uh, ja, iets heel impactvol of zo. ofzo. Ah. Ik ga het wel verder proberen. De, het interessante is wel dat het zo echt de journey experience probeert een sociale... Ja, de, de journey zelf had, had al een, een heel belangrijk multiplayer aspect, maar het gaat daar nog eens veel dieper op in. Tot het punt dat het een beetje zijn eigen sociale media of, of sociaal netwerk probeert te zijn, waar je echt heel veel verschillende spelers tegelijkertijd kan tegenkomen en verschillende communities kan, kan starten en verschillende begroetingen kan. Uh, uh, kan customizen voor jezelf en voor anderen en hugs kan geven en al he, heel veel zo cute uh, sociale dingen. Maar, ik moet er ook wel bij zeggen, het is een free-to-play game, waardoor al de customization, ben <laughs> ik wel heel duur, uiteindelijk. Uh, er is zo bijvoorbeeld een, uh, een kostuum, om gewoon, om, om, zoals het personage van Journey, uh, te spelen. En dat was 25 mm -hmm. euro gewoon voor dat kostuum en een paar, uh, uh, nice. uh, oh en een paar animaties. Dus dat vond ik wel, ja, kijk, ze moeten iets doen als free-to-play is, maar uh, <laughs> ik heb er al sinds geen geld aan. Of ja, toch niet daar zoveel geld aan gegeven ja snap ik wel, dat is wel veel. Help, natuurlijk, ja. dan heb uh, ik ook de Callisto protocol natuurlijk uitgespeeld. Ja, dan uh, heb ik nog ja, gelijk altijd Warzone zitten spelen. Dan uh, heb ik Vampire Survivors ook nog zitten spelen. Weer wat achievements gehaald. Ik heb nu zojuist terwijl we bezig waren, de DLC van een euro 79 gekocht. Van oh, ja, is... yeah. ja, het zijn nieuwe personages, nieuwe wapens en zo. Yeah. Yeah, ja, ja. Yeah, dus ik ben wel benieuwd wat uh, hij daar weer allemaal aan toevoegt. He. Ja, ja. Dan heb ik even Hollow zitten spelen. Oeh. En heel even Crisis Core ook zitten spelen. Uh -huh. Ik heb het gekocht. Daar wil ik eigenlijk uh, ook in duiken nu. Ja, op PC dan. Maar... Ja, ja maar uh, bent op de Steam Deck beginnen spelen. Hè? Uh -huh. Crisis Core. Maar uh -huh. ik was vanmorgen eigenlijk aan het tweaken met de settings. nog ik word op 60 frames spelen. En... Ja, op high ging dat dus al zeker niet. Ik dacht dan mm. op medium zou het lukken. Dat ging ook niet. Ik heb het wel op low moeten zetten. Ah. Ja, uh, Hollow Knight, waar, waar zit je daar ongeveer in? Had, had je dat daar al Ik zit er nog maar een, een uur en half in of zo. Dus ik zit nog ah, ja. vrij okay. in het Ook denk. op de deck dan? Ja, ook op de deck hm. zit te spelen, ja. ik ja, ja, geniet je, er maar he, van. Jij uh. speelt quinte Hollow Knight? Ja, ja, heel grote fan van. Ik ga zelf zeggen, uh, Hollow Knight was een van de games dat ik met heel veel pijn in mijn hart heb moeten uit mijn... Uh, uit mijn top uh, de, wat was top 18 uiteindelijk ah, ja, ja, ja. uh, top 13 het moeten halen maar, maar heel, heel veel respect voor heel tof heel goede game ja de muziek is al sinds ook al heel fantastisch heel mooi en de, ja. en de sfeer en de art style maar ja ben benieuwd want het is wel natuurlijk een beetje de een dark, dark souls achtige game van moeilijkheid? Wow, ja, dat, 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 dat ben ik een beetje overdreven, omdat te zeggen Dark Souls 8 tussen Metroidvania. Hè. Dat is altijd, die zijn altijd moeilijk geweest, denk ik. De, de, nee, ik denk niet dat het meer Dark Souls achtig is dan die gemiddelde Metroidvania. Maar nou, ja. ja, maar, ja, maar ja, dat oké. is uh... ja, nee, maar Allee, zo, geniet er maar van zou ik zeggen, want. Uh... Ja, de, de, de sequel Silk Song zit al heel lang op te wachten. En uh, heel veel mensen, waaronder ik zelf, hadden echt gedacht dat we, dat we eindelijk iets van informatie gingen krijgen op de Game Awards. En dat is nog altijd niet zo. Dus uh, we zien de wel. Xbox was, was eigenlijk afwezig ook, hè? Op oh, oh, ja, de Game ook Awards. Waar. Ook wel uh, ja. Um, ja, alleszins vind ik het tot nu toe wel cool. hij jij dan speelt Hollow Knight? Heel ja, even. En nieuw ding of. Ik moet dat nog eens een keer oppikken, want ik hoorde er veel goede dingen over, maar ik ben gestopt met dat te spelen even en ik heb nee. dat niet meer aangeraakt. Dus ja. En bij Hilder trouwens niemand die crisis score gekocht heeft, nee? Nee. Nee. Huh? Jullie zijn er ook al twee Final Fantasy van? Ja, of hebben, alle... ik... of hebben jullie alle twee de PSP-versie gespeeld? Ik heb nee, nee, klaarstaan ik heb niet om het voor op de dek te zetten. Nee, oh, ja. ik ga dat misschien en... uh, ooit eens spelen, maar. Uh... Ja, ik voel, ik voel niet de nood om er momenteel aan te beginnen. Zeker niet voor price ja, Maar als je, als je dat low gaat spelen, dan ga je wel niet die watermark van Getty Images zien, hè? Voilà, perfecte, Poel. <laughs> <laughs> ja, maar het moet wel zijn. We moeten wel ook zeggen, Poel, we zijn hier op low, maar luister, als je geen Steam Deck hebt, ja. die zullen dat misschien niet weten, maar op low, op, dat, op die resolutie en op dat klein scherm, mm -hmm. zit dat er wel nog vrij goed uit. Ja, ja tuurlijk. Moest je dat op een groot scherm op low spelen, ging dat niet zo mooi zijn. Maar op zo'n klein scherm... alleen de graphics zijn nog altijd niet slecht. En ik kan het eigenlijk ook perfect op medium spelen, met dan een 30 frames locken. Maar ja, ik speel het dan toch liever aan 60 frames op low, eerlijk is zeg. nog beter dan ja. De Switch. Ja, sowieso. Ah ja, kijk, dus ben benieuwd alleszins. Ik zal er misschien volgende week wel meer in spelen. En daar kan ik wel wat meer over vertellen. Ja. En misschien dan nog wat verder gedaan in mijn Hollow Knight, kijk. Dan zijn we er doorheen, hè. jongens. Kijk, het was ja. zelf ondanks de quiz een korte episode. Maar kijk, volgende week komt er sowieso uh, een nieuwe episode. En ja, heel dicht daarbij zal wel onze Callisto Protocol Special komen. Dus ja. er komen sowieso nog toffe dingen aan. Dan uh, nog een keer aan de luisteraars. Vergeet zeker niet jullie top 3 beste games van 2022 door te sturen. Dan vermelden wij dat ook in onze top 10 special. Dan lezen wij dat weer voor. Dan zou ik ja. zeggen, volg Beyond Gaming via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Join de Discord. Voor vragen, sessies, opmerkingen kunnen jullie ons altijd mailen naar podcast.beyondgaming.be. Heel belangrijk voor onze podcast. Geef ons sterkes via Apple podcast en Spotify. En op Apple kun je onszelf een review achterlaten, en zo zijn wij beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Ik zou zeggen: iedereen bedankt om te luisteren. Ik was Mr. Poely. Ik was Mr. Poel. En ik was Quentin. Tot volgende week. Yo. Tot de volgende. Bye bye.